Welkom in het VU Medisch Centrum en wel in het bijzonder het labgebouw van het VU Medisch Centrum. Hier werk ik, want naast dat ik ZonMW-voorzitter ben, ben ik ook nog gewoon actieve hersenonderzoeker. Ik wil jullie graag meenemen naar in ieder geval twee onderdelen die in mijn onderzoek belangrijk zijn. Enerzijds gaan we naar scans kijken, hersenscans, en ik wil jullie ook heel graag de microscopie laten zien. Maar eerst gaan we even naar het lab. Nou, hier zijn we in het laboratorium van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen van het VUMC. Svenja, je hebt hier antilichamen op menselijk hersenweefsel gegooid. Wat zie je hier nou? Hier zie je een hele mooie kleuring van NM3, dat er wel iets wat microglieën aankleurt. Celletjes van het immuunsysteem? Van het immuunsysteem, ja. Ja, immuuncellen en het brein, dat is een hele centrale thematiek in MS-onderzoek. Wij hebben daar een beetje een recalcitrante hypothese over, want de meeste mensen denken dat het immuunsysteem afwijkt en het gezonde brein aanvalt, maar wij denken dat er iets mis is met het MS-brein zelf en het immuunsysteem reageert pas in tweede instantie. Nou ja, ik zei het al, we gaan natuurlijk aan de ene kant naar hersenplaatjes kijken en aan de andere kant naar microscopie en labwerk. Dus mijn groep doet nogal breed onderzoek over de volle breedte van de hersenwetenschappen. En dat betekent dat we ook een speciale manier hebben ontwikkeld om die informatie die van allerlei verschillende kanten heel specialistisch is geworden, om die te integreren. Dus we vormen als groep letterlijk een cirkel waarin we eenmaal per week een aantal uren met elkaar praten. En dat is eigenlijk een soort netwerk van onderzoekers. De hersenen functioneren als een soort netwerk waarin verschillende gebieden met elkaar verbonden zijn en op een bepaalde manier met elkaar praten. En voorheen keken we vooral naar de manier waarop ze dat deden door één snapshot te nemen op één tijdpunt. Maar we zijn steeds meer aan het kijken hoe op verschillende tijden de communicatie eigenlijk wisselt tussen verschillende gebieden. En dat kun je een beetje vergelijken als een orkest wat een muziekstuk opvoert. Dat moet over de tijd kloppen en op één moment. Dus we kijken dan echt naar hoe gaan verschillende gebieden aan en uit en hoe praten ze met elkaar om een muziekstuk, namelijk het functioneren van de hersenen, te verzorgen. Dit is een van onze microscopieruimte. We hebben hier moderne apparatuur staan die heel gedetailleerd naar hersenweefsel kan kijken. Jolanda, jij doet onderzoek naar hersentumoren. Dus ja. We zien hier een stukje van een hersentumor op het beeld. Ja, dat klopt. Wat heb je hiermee gedaan? We kijken hier specifiek naar weefsel wat een bepaalde genetische mutatie heeft. Dus dat zijn de stukken die je bruin gekleurd ziet. Maar we zien bijvoorbeeld ook andere patiënten en die hebben die genetische mutatie niet. En daarbij zie je ook dat er niet zoveel van die bruine aankleuring is. En dat is de mutatie die je ziet in het weefsel. Wat wij uiteindelijk proberen te doen is kijken hoe bijvoorbeeld specifieke karakteristieken van de tumor, dus in dit geval een bepaalde mutatie, hoe dat dan weer relateert aan, eigenlijk aan de communicatiepatronen die we in de hersenen zien, eigenlijk op een globaal niveau. Op het netwerk? Ja, op het netwerk inderdaad. Ja. Quinten, we komen net van de microscoop, waar Jolanda heeft gezegd dat ze onderzoek doet naar genetische foutjes en wat die voor invloed hebben op een tumor en wat die tumor daarmee voor effect heeft op het netwerk. Mm-hmm. Maar wat maakt het eigenlijk uit dat je een dysfunctionerend netwerk hebt? Waarom is dat erg? Nou, we kijken ook naar netwerken bij MS. En wat we zien is dat netwerken misschien niet zo goed met elkaar praten. En dat dat heel veel effect heeft op het gedrag van de patiënten. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld cognitie. Met cognitie bedoelen we bijvoorbeeld geheugen, aandacht en concentratie. Mm-hmm. Dus als we verstoringen zien in dat netwerk, dan kunnen we dat relateren aan veranderingen in gedrag bij mensen met MS. Wat je hier ziet zijn allemaal plaatjes van hersenen. En met name dit gebied hier zie je aanstaan. En dat gebied heet het default mode netwerk. Het is een soort waakvlammetje van ons brein. Heel belangrijk voor ons gedrag en ons bewustzijn. En daar doen we heel veel onderzoek naar. Mijn team is heel breed. We hebben heel veel specialisten bij elkaar gebracht. En die laten we de hele tijd hun kennis integreren. En eigenlijk overal waar ik kom, of dat nou bij ZonMW is of als onderzoeker hier in VUMC, probeer ik hetzelfde te doen. Integreren van zeer specialistische kennis, mensen bij elkaar brengen. En ik denk dat dat ook de toekomst is van het onderzoek. Samenwerken, samenwerken, samenwerken.